In de kleed kwamen nou een showtje van mij. Samen met de beatbusters, dus ook Johan was erbij. Met een grote zak wiet, hij zei hier mag je houden. Dus ik dacht wauw en ik in blind vertrouwen. Nam toen alles mee naar huis, ik bleef lekker thuis. En rookte alles in een week op tot het laatste gruis. Niet vermoedend dacht ik eerst nog zo, de spullen sterk. Maar de laatste dagen kon ik niet normaal meer aan mijn werk. Ik voelde frustratie en gebrek aan concentratie. En steeds als ik maar dieper bleef ik hangen in een spatie. Ik staarde naar mijn scherm, voelde mij als verdoofd. En op de laatste dagen kreeg ik zelfs stem in mijn hoofd, ze zeiden: wij zullen altijd in jou blijven. En als vanaf nu bemoeien met wat jij zal schrijven. Ik schrok me de pokken en ik zei: wat is dit? Dit is het werk van wie op een warm geest is in zicht. Ik ging er helemaal aan en zag een enkele uitweg. Behalve dan naar Johan gaan en vragen om uitleg. Hij zei: sorry, dit is een beetje gek of gênant. Maar ik had al mijn zaden op een oud kerkhof geplant. Ik dacht: het kon geen kwaad, maar het is al te laat. Je hebt nu geesten in je hoofd, dus zwem maar aan het gebruik. Ze zijn vast door de wortels in de plant beland. En nu voor eeuwig in je hoofd gestrand. Het zal voor altijd een in mijn hoofd. Het zal voor altijd een in mijn hoofd. Het zal voor altijd een in mijn hoofd. Spoken in mijn hoofd. Spoken in mijn hoofd. Nou, in de weken daarop werd ik maar steeds gestoorder. Tot een kronkel in mijn kop beslat me reeds te vermoorden. Niet dat ik dood wou, maar ik snakte naar verlossing. En de dood lijkt naar mijn enige en laatste oplossing. Ik nam een zootje pillen in en viel toen in slaap. En werd weer wakker in de hemel, man, ik schrok me een aap. Want ik verzin het hiernaam als het eeuwige leven. Maar al die nare geesten waren bij me gebleven. Erger dan dit kan nu mijn drama niet meer worden. Ik zat nu echt voor eeuwig opgeschreven. Deze horde van geesten in mijn kop. Al was ik er nu zelf heen, nooit meer alleen maar multischizofreen. Het zal voor altijd in mijn hoofd. Het zal voor altijd in mijn hoofd. Het zal voor altijd in mijn hoofd. Spoken in mijn hoofd. Spoken in mijn hoofd. Waar zat ik dan met de gekte van een heel kerkhof? En al die tijd van eeuwigheid lijkt mij nu echt niet meer tof. Er was geen enkele hoop meer, hoewel wie weet. Toen ik nog leefde was het allerlaatste wat ik deed. Het schrijven van mijn testament werd als laatste wil. En wie die mij het beste kent, hou het later stil. Het klinkt raar, maar ik wil dat jullie mij begraven. Met die zaadjes om mijn lichaam, ergens bij een haven. Waar niemand het ziet, en groeit je later dan wie. Geef dan die toppen maar aan jou en vertel hem dan niet. Waar het vandaan komt, de zorg dat geen ander de rand komt. Want ik garandeer je dat het hard aankomt. Ik zal voor spoken in your hole, spoken in your hole, y'all. Spoken in your hole, spoken in your hole, y'all. Spoken in your hole, spoken in your hole, y'all. Spoken in your hole, spoken in your hole, spoken in your hole, y'all. Via illegale kanalen vanuit de Betuwe een besmet soort cannabis gedistribueerd. Dit illegale product kan tot zware psychische stoornissen leiden en is een groot gevaar voor de nationale volksgezondheid. Nader onderzoek wees uit dat de eerste verschijnselen van deze ernstige stoornissen beginnen met een pakkende melodie die niet meer uit het hoofd te bannen valt. Al spoedig na deze fase zal het slachtoffer stemmen gaan horen en vreemd gedrag vertonen. Er zijn al een paar gevallen bekend in de Betuwe van mensen die naar wegbiedende beatbarsers hebben geluisterd en